fijne zondagochtend allemaal. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Sea to the Stars. Een astrologisch weekoverzicht deze week vanaf 10 juli tot 16 juli. Startende natuurlijk vandaag. We zijn vandaag de 10e. En wat brengt ons de astrologie allemaal? Welke planeetvooruitzichten hebben we deze week? Wat staat er op programma? En het belangrijkste van al, wat kunnen we eruit halen? Want dat is een beetje de reden waarom dat ik dat elke week blijf doen, is niet om te leven naar die settings, maar gewoon om te leven. En als we iets tegenkomen waar dat we moeilijk mee overweg kunnen, dat we dan ons eventjes kunnen herinneren van, ah ja, dat was die energie weer waarover dat Cindy gesproken heeft. En juist, zo kunnen we dat weer een klein beetje gaan kaderen, zo kunnen we dat gaan ompolen en zo kunnen we dat een plaatsje geven. En dat maakt weer ruimte voor andere dingen. Eigenlijk inderdaad, waarom doe ik deze podcasten? Gewoon om ruimte te scheppen om verder te kunnen gaan. Om niet te blijven hangen in bepaalde stukken of bepaalde stukken niet te minimaliseren en andere niet te maximaliseren. En het potentieel wel te maximaliseren. Oké, goedemorgen. Deze week starten we vandaag nog met de maan in Schorpioen, op de laatste graden van Schorpioen. Misschien daarmee mijn zwaarte om daarmee te beginnen, want waarom doet Cindy deze podcast? Maan in Schorpioen, op de laatste graden, die zit diep. Dat is een diep, geaarde mag ik het niet zeggen, maar een diep geplaatste setting. Diepe passies, diepe emoties. En die maan in Schorpioen maakt nog op de laatste graden, dus deze ochtend nog een paar uurtjes, een hele grote driehoek met Neptunus in Vissen. Min of meer ook nog de zon in Kreeft. Dus dan hebben we een grote waterdriehoek. Maar vooral met Ceres in Kreeft. En Ceres in Kreeft gaat over ons voeding. Ons voeding om te groeien. In welk opzicht dat je dat ook mocht vatten of begrijpen. Alle soorten voeding dat ons laat groeien, dat ons laat evolueren. Met Neptunus in Vissen krijgen we hier een mooie, vloeiende beweging in wat hebben wij nodig om onze dromen te voeden en die richting realiteit om te polen. En daar zit Pluto ook nog voor een stukje in, want Pluto maakt dit trio af met een mooi punt in Steenbok. En daar zitten we met het realiteitsperspectief. Dus wat is er nog nodig om die dromen vorm te geven, voeding te geven? En vooral, Pluto retrograde in Steenbok, wat is er absoluut niet meer nodig of wat houdt ons op om die voeding op te nemen? Oeh, we duiken er ineens diep in, hè? Maar oké, binnen een paar uurtjes gaan we ook zien dat die maan verder doorloopt. En die maan zal tegen de middag aan in boogschutter komen. Dus de hemel klaart op dan. De zwaarte gaat ervan uit en de hemel klaart op.
Dus het wordt in de loop van de dag een beetje luchtiger, een beetje meer horizon dat we kunnen zien. En dan gaan de andere settings ook ietsje meer naar boven komen. Het vurige boogschutter maakt ruimte om die zon in kreeft een klein beetje meer kracht bij te zetten in een sextiel met Uranus. Dus Uranus-zon vormen een heel mooie verbinding. Dus, en Uranus zit 2 graden van de noordelijke maansknop in stier. Dus eigenlijk kunnen we hiermee zeggen dat er toch wel ruimte gaat zijn heel de week naar inzichten, naar revelaties. Vooral innerlijke revelaties en vooral dingen waar dat we onszelf mee kunnen voeden. Waar dat we onszelf kunnen mee laten groeien. Tegelijkertijd maakt de zon in kreeft een iets mindere gemakkelijk aspect met Chiron in Ram. En daar zitten we een beetje met een wrijvingsaspect. Dus daar voelen we nog zo de kwetsuren, ons innerlijke kwetsuren. Ik ga straks nog eventjes op het einde van de podcast een paar asteroïde settings naar voren brengen. En één daarvan is de asteroïde Arthur, dus Arthur, van koning Arthur, die conjunct staat met Chiron. En de zon staat daar vierkant mee. Dus de gewonde held in onszelf, de gewonde leider in onszelf, die vraagt naar voeding, die vraagt naar koestering, die vraagt naar rust. De combi van de twee maakt dat we inderdaad opening maken tot vernieuwing, tot innovatie, tot ruimte maken om rust toe te laten naast ons leiderschap of ons held, onze innerlijke held, zal ik maar zeggen. Een archetype dat niet te onderschatten is, dat wij allemaal hebben en vooral de laatste jaren enorm voelen groeien in onszelf. De strijdvaardigheid, vooral naar rechtvaardigheid. Dat is een stukje in onszelf dat we voelen naar boven komen en waar dat we ook dikwijls van denken van, goh, wat kan ik als kleine persoon doen aan het grotere geheel? En die vraagstelling, kan ik wel iets toevoegen aan dit stukje tussen haakjes miserie waar dat we momenteel collectief in zitten? En Uranus Zon maakt daar opening tot inzichten, tot wat zijn mijn talenten, wat zijn mijn persoonlijke eigen talenten, diepste eigen talenten, die dat ik kan inzetten. Zelfde moment en de mooie synchronisatie van de hemellichamen. Mercurius, ook een planeet van inzichten, van praktische inzichten, van analyse. Die planeet maakt momenteel een vierkant met de grote Jupiter in Ram. Ook Jupiter staat in het teken Ram, net zoals Chiron. En Jupiter in Ram gaat daar naar de expansie, gaat inderdaad dat heldhaftige in onszelf laten groeien. Heel stelselmatig, rustig aan, maar de wil en een drive naar expansie is er. Wrijvingsaspect met Mercurius in kreeft kan allerlei kanten opgaan. Kan evenzeer plotse krachtige ingevingen brengen, krachtige groeispurten, heel mooie creativiteit dan naar buiten kan komen, maar kan evenzeer overweldigd worden door emoties van melancholie, van depressieve gedachten, waar dat we, als we dan alles bij elkaar nemen,
waar dat we zo klein beetje de schouders laten hangen en zeggen, ik kan er toch niks aan veranderen. En wie is dan de reddende engel in heel dit spektakel? Natuurlijk, Venus. Venus, eigenlijk al de laatste jaren toch wel actief op haar manier. Zeker met de maansknopen, vooral de noordelijke maansknoop dat in stier gekomen is, gaan we zien dat Venus toch wel kracht bijzet op haar unieke Venusiaanse manier. En dat is de kracht of de veerkracht dat Venus met zich meebrengt. De veerkracht vanuit talenten, vanuit zorg, vanuit voeding, vanuit harmonie en balans. En ook Venus, momenteel in het teken van tweeling, waar dat zij heel flexibel is, en dat is nu net de redding die Venus ons brengt. De flexibiliteit, de ups en downs, vooral van het emotionele kreeftgebeuren, de ups en downs kunnen opvangen en kunnen relativeren. En die relativatie die komt door de mooie driehoek die dat we heel de week zien tussen Venus in tweeling en Saturnus retrograde in Waterman. Dit is echt een heel mooie, gebalanceerde realiteit met ups en downs. Dus we kunnen het aan, die fluctuaties in emoties. Venus maakt dat we die fluctuaties in emoties kunnen opvangen en kunnen relativeren in de dualiteit van het leven. Wow. En dat op een zondagmorgen, mensen. Venus maakt evenzeer een mooie Venusiaanse verbinding, we hadden anders verwacht, met Jupiter in Ram. Dus ook daar voelen we dat Venus opvangt. Dus de flexibiliteit van Venus in tweeling, dus de lichtvoetigheid en de luchtigheid, de humor en het loslaten van de dingen en het opvangen van de dingen die Venus o zo goed kan in het teken tweeling, die gaan we deze week enorm kunnen gebruiken. En dat is ook een klein beetje de rode draad of de balans in de week. Want we zien wanneer de maan in boogschutter gaat, dat er inderdaad wat luchtigheid terug meer kan komen, dat Venus een klein beetje meer spel krijgt. Oké, Mars in Ram, Mars in stier. In het begin van de week zien we die niet zozeer in actie. Wil niet zeggen dat hij niet zijn ding aan het doen is. Mars in stier kan doen wat het het beste doen kan in stier. Is vierkant zijn goesting. Dus we voelen Mars op de achtergrond. Die doet gewoon vierkant zijn goesting. En ook daar wordt een klein beetje gesteund door Mars in stier, omdat die zo weinig of toch wel heel weinig aspecten maakt deze week, worden we daar ook een klein beetje door ontzien. Dus ook daar heel flexibel. Dus het wordt vooral een emotionele, mentale week, waar dat de daadkracht ons in balans of ons in een bepaald patroon kan brengen van rust en kalmte. Dus de flexibiliteit van de gedachten en emoties kunnen opgevangen worden door harmonie en daadkracht. Schoon toch? Oké, morgen een heel mooie dag. Maandag, in de ochtend, maan in boogschutter, maakt daar
een supermooie verbinding met de zon en Saturnus. En dat noemen wij een jot, een gouden jot. Dus dat is eigenlijk een puntige driehoek die het eigenlijk samengesteld is door quintielen en biquintielen. En dat zijn Venusiaanse aspecten weer. Dus mevrouw Venus is echt wel in haar nopjes deze week. De maan in boogschutter. Een gouden jot met de zon in kreeft en Saturnus in waterman. En ook daar een verruiming van onze wereld. Een ontdekking van onze wereld, waar dat we stapsgewijs nieuwe dingen gaan ontdekken. Die dat ons voeden, die dat ons in evolutie kunnen brengen, maar op een zachtaardige, veerkrachtige manier. Heel mooi, heel creatief, dus weerom die inzichtrijke stukken. Die nieuwe dingen, of oude dingen die dat we vernieuwd kunnen gaan ontdekken. Saturnus loopt retrograde, dus het zijn dingen die dat we misschien al in de voorbije maanden al opgevangen hebben, misschien ergens genoteerd hebben, misschien ergens gedacht hebben van dat moeten we doen, er nooit van gekomen is en dat we nu terug kunnen opnemen, maar in een ander perspectief. Op een andere manier. En dat is dikwijls de reden waarom dat we dingen noteren of ons op dat moment niet kunnen doen door omstandigheden, door eender welke omstandigheden. Dan schrijven we dat ergens op of we denken, oh, dat zou we graag doen en dat valt dan ergens in vergeten land. Nu, dat is niet echt vergeten. Een stukje van ons onderbewustzijn gaat dat gedeeltelijk op dat moment tijdsgebonden, lineair gebonden gaan saboteren en zeggen van we vergeten dat, we vergeten dat, we vergeten dat. En op het moment dat we dan zo'n Saturnus retrograde in waterman hebben en zo'n mooie setting met de maan en de zon, dat zijn momenten waardoor dat er ruimte komt, een nieuwe perspectief, een nieuwe horizon komt, om die stukken in te zetten op een veel efficiëntere, betere, ruimtelijke wijze. Een klein beetje later op de dag gaan we zien dat diezelfde maan dan weer een jotverbinding, wel degelijk een jotverbinding met twee inconjuncties en een sextiel maakt met Uranus en de zon. En hier hebben we het. Dit is de plotse ingevingen, de creativiteit, het ruimtelijk inzicht dat plots en onverwacht ons te binnen schiet en denkt, ah, wauw, ja, dat is het. Dus ook daar weer krijgen we die ruimtelijkheid. Nu, die tweede jotverbinding met de inconjuncties, de gewone jotverbinding, dat is een klein beetje aanpassing. Dus dat kan ons wel wat overvallen, in een positieve of negatieve manier. En we zijn er altijd een klein beetje zo van ons sokvoeten van geblazen. Van wow, wow, deze is leuk, deze is ferm, deze is nice. Of, oh my god, daar heb ik nog niet aan gedacht. En eigenlijk, dat pakt mij wel, maar ik vind wel een goed inzicht. Die dingen kunnen naar voren komen. Wetende dat Venus en Saturnus ons ondersteunen in dat realiteitsperspectief. En Venus maakt ook nog een verbinding met Neptunus en dat is een vierkantsverbinding. Wat op zich een wrijvingsaspect is, nu als we het over Neptunus hebben, die heel moeilijk te pakken valt en heel fluïde is en heel transparant is,
is een vierkant aspect niet slecht, omdat we door de wrijving daar meer houvast hebben, meer zicht op hebben. Misschien een beetje confronterend, maar we hebben er in ieder geval zicht op. Het is niet floe meer. Dus ook daar voelen we ondersteuning. Dus het dromerige die we met Venus en Neptunus hebben, het creatief dromige, die kan dan weer via Saturnus en Venus gaan gematerialiseerd of gerealiseerd kunnen worden, of in ieder geval onder de loep genomen worden van realiteit of niet realistisch. Of nog niet realistisch. Allemaal mogelijkheden. Dus je voelt dat er deze week heel veel flexibiliteit in zit. Dan gaan we door naar dinsdag, de 12e. Maan, weerom, nog altijd in boogschutter, op het einde van boogschutter. Dan krijgen we een T-kruis tussen de maan, Neptunus en Venus. En dat kan wel een klein beetje emotioneel zijn, maar ook een emotioneel gebeuren die heel vlug voorbij gaat. Dus dat zijn zo emotieopflakkeringen, waar dat je dan eventjes ruimte voor nodig hebt, eventjes afstand voor nodig hebt, en dan kunnen we daar wel weer mee aan de slag. Het gaat ons in ieder geval inzichten geven. Dus emoties, heftige emoties die plots en onverwacht opkomen, die dat ons inzichten geven, die dat ons perspectief verruimen, die dat ons een andere inkijk geven. Dus vandaar emoties en mentaal bewustzijn dat verruimt. Of het mentaal bewustzijn dat zich verruimt door emotionele belevenissen. Heel mooi. Oké, in de loop van de dag loopt dan de maan in steenbok en dan krijgen we een stabiliserend effect. Zeker en vast voor dinsdag en een stukje van woensdag nog. Dus daar krijgen we een in de loop van de dag. Eigenlijk al meer naar woensdag toe. Krijgen we de driehoek. Ik ben helemaal verkeerd. maan in steenbok. Die gaat opposities maken, stelselmatig. Eerst met de zwarte maan. Daarna met Mercurius. En daarna met de zon. Maar dat gebeurt dan woensdag. Want inderdaad, woensdag krijgen we een volle maan. En wat voor een. Weer al. Het houdt niet op met die volle en nieuwe manen die heel krachtig zijn. En het is een superkrachtige volle maan. Een volle maan, langs de ene zijde de maan in steenbok, die toch wel vrij dicht bij Pluto staat. En langs de andere kant de zon, die heel dicht bij Mercurius staat. Mercurius loopt op de zon in en daar gaan we zien dat de 15e, als ik mij niet vergis, de 15e krijgen we een Mercurius-zon-conjunctie. Dus dan staat Mercurius volledig bij de zon. In die volle maan zien we dat inderdaad zowel Mercurius als Pluto, als Chiron heel actief staan. Dat wil zeggen dat Chiron een vierkant maakt op de volle maan. En weerom daar, niet alleen Chiron maakt een vierkant, maar ook de asteroïde Arthur maakt samen met Chiron een vierkant op de volle maan. Wat wil dat nu allemaal zeggen? Ook daar weer dat er heling gevraagd wordt, heling van de innerlijke heldhaftigheid, het innerlijke strijdvaardigheidsgevoel.
En dat daar een balans gevraagd wordt naar voeding en zorg voor onszelf en naar verantwoordelijkheden en respect, dus de oppositie van kreeft en steenbok, en dat die ram energie daar vraagt om die heling van die heldhaftigheid. Dus wanneer gaan we strijden en tot waar gaan we? Waar zit de grens van strijdvaardigheid? Waar zit de grens van gaan of strijden voor anderen? Hoe ver gaan we daarin? En als we zo'n vierkant hebben, zo'n T-kruis, is er altijd één puntje die ontbreekt voor een grote diamant te vormen. En dit puntje, dat zit in weegschaal. En daar krijgen we de harmonie en de balans vinden. Dus ook weer die volle maan dat zich volledig gaat zetten op die balancering, op die harmonie tussen zorgen voor onszelf, grenzen zetten, oude patronen gaan wegzetten, gaan uitzuiveren om ons eigen ding te doen, onszelf zorg, ons eigen evolutie op gang te brengen, tijd terwijl dat we dat voor het collectief meedoen. Dus, kort door de bocht, doe wat jij moet doen als ziel, waar jij warm van wordt als ziel, en automatisch ga je meestrijden voor een betere wereld. Heel cliché, heel idealistisch, maar why not? Why not? Oké. Dat is zo de volle maan. Nu die Mercurius, die gaat daar wel wat inzichten brengen. Want ook Mercurius heeft een asteroïde bij zich. Op die volle maan. En die asteroïde is de asteroïde Horus. Ook weer inzicht, bewustwording. Vooral de dingen zien. Het grotere plaatje zien. Schoon toch? Dus er zit echt wel wat potentieel en perspectief in de week. Met fluctuaties, zoals kreeft het betaamt. Ups en downs. En in een up kunnen we naar buiten gaan. In een vloed kunnen we naar buiten gaan. In een app gaan we naar binnen. En dat is de balans die dat kreeft ook met zich meebrengt. De balans in beweging. Dus voelen we ons goed? Zetten we dingen neer? Voelen we ons minder goed? Kunnen we ons even terugtrekken? En zo gaat dat. Met emoties, ups en downs. Het is gewoon een eb en vloed. Want up en down, daar zit ook weer een positief-negatieve connotatie aan. Eb en vloed heeft eigenlijk allebei zijn voordelen. Goed. Dus de eb en vloed om onszelf te voeden en nadien dan naar buiten te brengen. Steenbok vraagt dan weer voor ons grenzen daarin te trekken. Voor te blijven begrenzen en om respectvol om te gaan met onze omgeving. Oké. Volle maan. De 13e dus, om 8:30, iets na 8:30, 's avonds. Ik denk dat dat zo wat de, ja,
zou de hoofdpunten zijn van de volle maan, buiten dat er nog een aantal aspecten die volle maan positief ondersteunen. En daar had ik al van gezegd dat vooral de zon een sextiel maakt met Uranus, maar ook Mercurius loopt daar dichterop in. En ook de maansknopen maken een mooie verbinding met die volle maan. Dus dat wil zeggen dat daar ook weer die stierenergie, dus Uranus en de noordelijke maansknoop in stier en de zuidelijke maansknoop in schorpioen, dat beide een heel mooie verbinding maakt met die volle maan. Dus niet alleen die balans vanuit weegschaal, maar ook de as schorpioen-stier, ook Venusiaans, stier is ook Venusiaans, maken een heel mooie verbinding. Dus dat wil zeggen ook weer die evolutie van onszelf, ons eigen passies gaan leven. Ons eigen passies gaan leven, ons talenten naar buiten gaan brengen. En daar echt wel ons innerlijk genie naar buiten brengen. Dat brengt allemaal extra ondersteuning om die kwetsuren te gaan oplossen is veel te gezegd, maar kwetsuren te gaan ompolen, te gaan transformeren. En dan hebben we nog een mooie verbinding en daar zit Mars dan wel weer tussen. Dus Mars maakt hier een heel mooie verbinding, een Venusiaanse verbinding met de zon en met Saturnus. En dat doet hij dan voor de rest van de week. Dus Mars komt in het tweede deel van de week vanaf de volle maan wel in actie op een heel creatieve manier. Dus alle inzichten die dat we dan voor de volle maan en tijdens de volle maan en misschien zelfs daarna nog gaan krijgen, gaan we zien dat al letterlijk opgenomen worden en in daadkracht omgezet worden. Al is het stapsgewijs op het tempo van de stier. Rustig aan, chill, genieten, terwijl dat we het aan het doen zijn. Het is zomer. We gaan blijven werken, maar op het gemakske. Met genoeg rustpauzes, met genoeg ondersteuning, zelfzorg, maar we blijven gaan. En dit is de ultieme, zijn de ultieme handvaten voor een marathon door te komen. Gewoon op het gemak verder gaan en doseren. Vooral doseren. Het is niet de tijd om er 300% voor te gaan. 100% is meer dan genoeg en ik denk zelfs dat 80 of 70% ook nog wel gaat. Dus kalm aan, het is zomer, we genieten van wat dat er is en we werken aan wat dat er komt. Goed toch? En op de achtergrond hoor ik alle vogeltjes al kwetteren. Die zijn er al mee bezig, zou ik maar zeggen. Goed, wat hebben we dan nog? De 14e, de dag na de volle maan. Dan zijn we ondertussen donderdag, als ik me niet vergis, krijgen we maan conjunct Pluto. Dus heel even naar die uitzuivering, die emotionele uitzuivering. We kunnen echt nog stukjes, zodra dat de maan op Pluto komt, Pluto retrograde, dat zijn altijd purgerende momenten. In steenbok kan dat een klein beetje zwaar voelen of toch wel stevig voelen, goesting om je een beetje af te zonderen. Dat is oké. Als dat kan, doen. Als dat niet kan, hou het dan een beetje rustig. Want dat zijn echt wel altijd wel wat stevige momentjes die toch wel zwaar kunnen aanvoelen. Maar nadien krijgen we
De maan die overloopt diezelfde dag, die gaat over naar Waterman. Dus ook daar krijgen we dan wat ruimte, ademruimte. Dus ook dat helpt als die maan op Pluto een klein beetje zwaar was, van zet even een raam open. Of als het te warm is, hè, want ze geven wat warme temperaturen. Als het te warm is, zet iets waar dat er zuurstof is. Ga de wandeling maken in het bos, waar dat er wat extra zuurstof is. Of aan het water kan ook altijd wel wat meer zuurstof bij zich meebrengen. Oké, voor de rest die dag vrij rustig. Dezelfde energieën die we in de week gevoeld hebben, voelen we door. Mercurius komt steeds dichter bij de zon, dus ook Mercurius gaat die inzichten blijven brengen op een gematigde wijze, eb en vloed. Dus echt, met momenten krijgen we echt wel inzichten. En met maan in Waterman worden die ook wel goed geregistreerd. Naar de avond toe wordt het wat intenser. En dan krijgen we de maan, eerst en vooral vierkant Mars. En in de loop van de dag, dat gaat dan vrijdag zijn. Ja. In de loop van vrijdag krijgen we dan de maan in Waterman, vierkant Uranus. Dus daar gaat de intentie dus vanaf vrijdagavond, donderdagavond, naar vrijdag toe, naar vrijdagavond toe, krijgen we echt wel wat meer intense momenten. Weerom wrijvingsaspecten, waar dat ons ideeën misschien net iets te veel zijn, zodanig dat ons daadkracht het niet kan pakken. Dus ook daar weer, hou het realistisch. Overgalopeer u niet. Dingen, ideeën dat je vindt van ja, dat is een goed idee, schrijf die gewoon op. Hou die bij voor een later moment. Mars trekt dit niet. Dus die doet dat toch op zijn goesting, op zijn tempo. Dus leg gewoon een voorraadje aan. Je hoeft die stier niet te dwingen om vooruit te gaan. Je kunt die ook zijn tempo laten gaan en mondjesmaat informatie toevoegen. En dan krijgen we in het begin van zaterdag de maan conjunct Saturnus. En daar krijgen we die realisaties. Dat realistisch emotioneel gegeven. Dus een heel mooi moment om ons emoties te kunnen kaderen. Om al die passie en heftigheid ergens te kunnen kaderen. Om al die inzichten een plaatsje te geven. Want het kan veel zijn. Het kan gewoon veel zijn. En dan is dat wel mooi. En op die moment krijgen we inderdaad ook de exacte conjunctie tussen Mercurius en de zon. Mercurius staat aan de andere zijde van de zon. Dat wil zeggen dat hij het verste weg staat van aarde dat hij kan staan. Dus de zon gaat eigenlijk Mercurius volledig wegsteken. Mercurius zit volledig verstopt achter de zon. Dus ook daar doet Mercurius vierkant zijn goesting. Dus we voelen hier dat er een heel week ook vierkant uw goesting doen is. Min of meer met een balans van zelfzorg en ook wel zien dat we blijven leven in een omgeving waar de anderen ook leven. Dus het is een klein beetje flexibel omgaan met vierkante goesting doen en langs de andere kant ook nog wel connecteren met anderen. En dat is weerom de essentie van de week. En ik had beloofd om een klein beetje asteroïden toe te lichten voor de diehards. Er zijn een aantal asteroïden die heel prominent staan
Ik had al gezegd, Horus en Mercurius staan samen. Dus hogere inzichten met praktische inzichten in het emotionele en evolutionaire kreeft staan samen. Dus dat kan echt wel. Dat kunnen mooie stukken zijn. Dat kunnen mooie creatieve aspecten zijn waar ideeën rond gevormd worden. Andere zijde, de balanskant van Horus Hathor, die staat op de ster Aldebaran in tweeling. En Aldebaran is ook weer het mooie, inzichtrijke, cut the crap, punctuele bullseye, waar dat de godin van de liefde op staat, waar dat de godin van de universele liefde op zit, van de kosmische liefde. Dus ook daar enorm veel inzichten, verrijkingen. Asteroïde Eros staat dan weer op Sirius. Eros, universele creativiteit, de kosmische passie op de ster Sirius in Kreeft, in het midden van Kreeft, de meest heldere ster in onze hemelen. Ook daar enorm krachtige inzichten. Afrodite, godin van de liefde, komt het teken weegschaal binnen. Dus ook daar balancering, schoonheid, creatie in een hoog of in een schoon kleedje. En Vesta, asteroïde Vesta, innerlijke zielenvlam, staat driehoek met de zwarte maan in Kreeft. En ook daar voelen we de passie om ons zielenvuur naar buiten te brengen, alhoewel dat die nog een beetje onderdrukt staat. Dus er is wel een klein beetje strijd, ondanks dat het een driehoek is, om dat naar buiten te duwen. Met alle settings die dat we hebben, is er echt wel een mogelijkheid om u meer te gaan ontplooien naar uw zielenpassie. En Arthur, dat op Chiron staat, ook daar de heling van onze innerlijk leiderschap, hoog leiderschap, hoog kwalitatief leiderschap voor het grotere goed en de heling van onze innerlijke strijder. Dat is het zowat. Dit wordt voor mij ook een heel krachtige volle maan, dus volgende week ga je mij hier en daar wat video's zien posten voor nieuwe stukken, nieuwe trajecten dat ik breng, waar dat ik een klein beetje uitleg van ga geven. Nieuwe trajecten, waar dat één op één trajecten bij zitten en waar dat een groepstraject bij zit, waar dat we de zwarte maan onder handen nemen in de chart, dat is een één op één traject. De zwarte zon onder handen nemen in de chart, dat is ook een één-op-één traject. Dat zijn twee heel diepgaande trajecten van 5 sessies. En het kosmisch kind traject, het kosmisch geniaal stukje in onszelf, dat zal een groepstraject worden voor 2023. Maar dat ook, dat ga ik een klein beetje meer uitleg ingeven in een paar video's die dat er volgende week gaan aankomen. Dus twee heel diepgaande trajecten in voorbereiding. Persoonlijke trajecten, heel intieme persoonlijke trajecten die vrij diepgaand zijn. Waar dat we echt een klein beetje de diepte van ons onderbewuste ingaan. Om zo volgend jaar of eind dit jaar, maar ik gok eerder meer op volgend jaar, een groepstraject kunnen starten waar dat we heel die kosmische genialiteit kunnen gaan neerzetten. Kunnen gaan neerzetten in het hier
en nu met ons twee voetjes op ons planeet, in het gras, op de rotsen, wherever. Zo, ik hoor jullie graag volgende week terug voor een nieuwe podcast van Sea to the Stars. En ik wens jullie een heel mooie, flexibele, oh my god, flexibele eb- en vloedweek en laat het stromen. Tot volgende week!